Welkom in Madurodam. Op 15 juli 1916 wordt op Curaçao een jongen geboren. Zijn naam is George. Zijn Sephardische Joodse familie is welgesteld en het gezin woont in een mooie villa. Als hij 10 jaar is, verhuist het gezin naar Nederland. De jaren daarna zijn voor George een leuke tijd zonder zorgen. Hij gaat na zijn schooltijd rechten studeren en moet in 1936 zijn studie onderbreken voor de dienstplicht en volgt de school voor reserveofficieren bij de cavalerie. Hier leert hij hoe je het leger leiding moet geven. Je moet je voorstellen dat hij toen in de tijd van de mobilisatie leiding gaf aan huzaren die 10, 15 jaar ouder waren dan hij, veel getrouwd huisvader met kinderen. En daar sta je nou als jonge man leiding te geven. En dat moet wel goed gaan. Volkomen onverwacht valt Duitsland op 10 mei 1940 Nederland binnen. Den Haag komt onder vuur te liggen en wordt gebombardeerd. In de Alexanderkazerne, waar de manschappen van luitenant George verblijven, komen 66 mensen en meer dan 100 paarden binnen. George krijgt meteen een moeilijke taak.
Duitse parachutisten hebben aan de rand van Den Haag een belangrijke positie veroverd en zij moeten uitgeschakeld worden. Er moet voorkomen worden dat de Duitsers van de vader en moeder van George hopen dat hij nooit vergeten zal worden. Ze willen een levende herinnering aan hun enige zoon, George Maduro. Die levende herinnering voelt uit misschien wel het vrolijkste oorlogsmonument ter wereld. Madurodam. Opgericht om miljoenen mensen plezier te bezorgen door Nederland op zijn allermooiste te laten zien. Het verhaal van George vormt het begin van een inspirerende reis langs de grote verhalen van Nederland. Welkom in Madurodam. Thank you.
走咗去啦嚇，夠啦嚇，喂，一米就。Marché aux légumes, les bateaux y rentrent. Je moet het toch nog een kaartje doen.
Kom. Ja, lekker in de speeltuin spelen.